Ik maak hier muziekdoosjes. Niet zomaar muziekdoosjes, maar daar gebruik ik voor hout van oude stadsbomen. Er is hier zeg maar geen anoniem hout in de werkplaats, dus ik weet van elk stuk precies waar de boom stond. Er worden zeg maar elk jaar duizenden bomen gekapt. Bomen die stonden in de stad, soms 100 jaar of nog langer. Als ze ziek zijn of van ouderdom of ze gaan de weg omleggen, dan moet er dus heel vaak een boom weg. En heel vaak wordt dus dat hout versnipperd, weet je, het verdwijnt gewoon. Ik zou zeggen van, je kunt het toch ook duurzamer gebruiken. En dat gebeurt dus ook. Dit hout heeft gewoon veel meer waarde dan exotisch hout uit de tropen. Ook al is dat financieel veel duurder, maar dit heeft gewoon veel meer gevoelswaarde. Het is gewoon leuk om muziek te geven. Hè? De muziek zit zoveel gevoel voor iedereen. Veel mensen hebben wel zo'n mechaniekje thuis en af en toe dan pak je het even en dan zet je het op de tafel. Ik was dan ook gefascineerd door zeg maar, de resonantie. Weet je? Als je het in de lucht houdt, dan hoor je eigenlijk niks. En dan, als je het ergens opzet, dan hoor je de klank. En het tweede is natuurlijk iets van hout. Hè? Ik ken bijna niemand denk ik, die niet echt van hout houdt. En mensen houden natuurlijk ook van bomen. Dat maakt het toch een leuk cadeau. Vanaf het begin heb ik die doosjes een beetje geassocieerd met de vogels. Dus het is eigenlijk een beetje ook een ode aan de vogels. Dat waren zeg maar de muzici die, op die takken zaten van die bomen waar dat doosje van is gemaakt. Dus als je de boom weghaalt, dan haal je eigenlijk ook het podium van die zangvogels weg. Hè? Van het roodborstje en van al die vogels. Ik heb het dus nu ook Robin Wood genoemd, want ik kwam eigenlijk pas net daarna achter dat roodborstje in het Engels heet Robin. En ik heet ook Rob en I work in wood. Alles wat ik maak, daar hebben zeg maar de mensen zelf het hout gekozen en de boom en de melodie en dan het soort muziekdoosje. En heel vaak doe ik dus ook een gravering erin. In dit geval is dat een geboorte. Dus dan graveer ik de naam en de geboortedatum. Op elk doosje staat onderop met de hand het nummer en de maand waarin ik het heb gemaakt. En dan de soort boom en waar die stond, in welke straat en in welke stad. Sommigen hoor ik later dat ze dan onderop dus kijken en dan gaan ze op Google Street View of Maps gaan ze dus kijken in welke straat die boom dan stond. Dus vorige week kreeg ik een mailtje van Stadshout. Oh ja Rob, we hebben nog voor je apart gehouden kersenhout van de Mozartkade, Iep van de Beethovenstraat. En ik denk natuurlijk dat wordt een doosje met de Mozartkade met de Taubenflöte van Mozart, Beethovenlaan met Ode aan die Freude of Für Elise. Misschien wel voor een Elise die is geboren.